Als klein kind wou ik altijd al boer worden. Dat was mijn passie. En ik kom uit de stad, uit de grote stad. Mijn vader en moeder waren geen boer, mijn opa en oma waren geen boer. Maar ik wou boer worden. En daar heb ik eigenlijk alles op gezet om dat te worden. En ik ben inmiddels boer, ik ben wijnboer geworden. Voor mij ligt de passie om uit de bodem, uit de grond. Om daar iets uit te halen, om daar een mooi product van te maken en om dat te gaan verkopen aan mensen en die mensen gelukkig zien worden omdat ze jouw producten eten. Daar zit mijn passie in. En wijn is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. En als je dat hier in Nederland kunt doen, ja, dat is geweldig. We maken hier gebruik van nieuwe rassen, nieuwe soorten. Sommige mensen noemen het hybride, maar het zijn het niet. Het zijn echt Vitis vinifera's. En die kunnen dus ook in dit soort klimaten beter gedijen. We zitten hier in een wat vochtiger klimaat, als je het in Europa verband bekijkt. En in dat vochtige klimaat, met wat minder zon, heb je vroegrijpende rassen nodig die ook nog tegen een stootje kunnen. En die natuurlijk hele mooie wijnen voortbrengen. Nou, dat zijn deze rassen. Toen wij begonnen met de wijngaarden in 2000, dan heb je een wijnmakerij nodig, want die waren er toen nog heel weinig. En toen kwamen er ook andere wijnboeren naar ons toe en die vroegen van, ah, kun je ook wijn voor ons maken? Want we willen wel een wijngaard, maar we willen geen wijnmakerij gaan doen. En zo is dat uitgebouwd en inmiddels maken we voor 30 andere wijnboeren in Nederland maken wij wijn. Wij maken voor een aantal gerenommeerde hotels, restaurants, maken wij wijn. Waaronder de Libreien. En die hebben een kleine wijngaard in Laren. En van die wijngaard, de druiven komen hier. En wij maken samen met Johnny en Therese de Boer maken wij een kus van Therese voor hun. Zo heet de wijn. Zo kwam er ook iemand die vroeg aan mij van, ik wil graag wijn gaan verbouwen op Curaçao. Kan dat? En die man die was er vast van overtuigd dat hij op Curaçao wijn wou verbouwen. En hij vroeg aan mij of dat kon. Maar dan ga je erin verdiepen. En dan zie je dat er alleen in de tropen, dus echt dicht bij de evenaar, dat er al 175.000 hectare is aan wijnbouw. Het is vanuit een passie gegroeid om ergens in een gebied bezig te gaan waar anderen zeggen, maar het kan eigenlijk niet. En uiteindelijk hebben we na 3 jaar gezegd dat we gaan het doen. Er kwam op een dag een teler bij mij en die zat met tomaten en die zei van, ik weet niet wat ik met mijn tomaten moet doen en ik zoek een product om van mijn tomaten andere producten te maken. En hij zegt, kun jij er wijn van maken? Want ik weet dat er iemand in Canada dat doet en die heeft redelijk succes, dus dat kunnen wij hier in Europa ook. Maar nog geen 2 weken later kwam een paprika teler bij mij en die zegt van, hey, kun je daar wijn van maken? Nou, ik googelde. Geen paprika wijn, wel wijn bij paprika, maar niet. Er wordt nergens ter wereld wordt er professioneel een paprika wijn gemaakt. Die zeggen, nou, dat lijkt me leuk, gaan we proberen. Ik heb er een klein proefopstelletje van gemaakt, hebben daar paprika wijn van gemaakt. Die kwam zo goed aan, de mensen die vonden het direct, wie we het ook lieten proeven, die hadden echt zoiets van, nou, dat is fantastisch. En op dit moment hebben we nu de 2 wijnen, dus de tomaten en de paprika wijn. En zo gaan we het in de markt zetten. Vini Vega, dus wijn van groenten. Echt een groentewijn. Vini Vega.